Op donderdag 27 augustus begon kinderkoor De Dauwdruppeltjes uit Zomereind weer met repeteren. De jonge koorleden hadden lang genoeg stilgezeten. Ik ben Patricia Warmedam. Ik zit in het bestuur van De Dauwdruppeltjes. Oké. Ze hebben een tijdje niet kunnen repeteren. Sinds wanneer hebben we De Dauwdruppeltjes niet kunnen repeteren? Ja, dat klopt. Sinds maart eigenlijk. Hè. Toen alles stil lag, zijn we ook helaas moeten stoppen. En waarom zijn jullie nu pas weer begonnen met repeteren in plaats van misschien al een maand geleden of zo? Nou, sowieso ligt het altijd stil in de zomervakantie. Dus het is de eerste donderdag weer na de zomervakantie. Voor de zomervakantie hebben we wel gerepeteerd. Alleen dan buiten, eigenlijk op dezelfde plek als waar we nu staan. Ze konden helaas niet binnen in de Einder, waar we normaal repeteren. En kijken ze er weer naar uit om te mogen repeteren? Volgens mij hebben ze er superveel zin in. En is er nog iets in het vooruitzicht, een concert bijvoorbeeld? Ja, helaas nog geen optredens, want dat mag nog niet. Hè. En onze kamp, jaarlijkse kamp, is helaas ook niet doorgegaan. Maar zingen blijven we natuurlijk altijd. En we blijven gewoon enthousiast oefenen tot we wel weer ergens mogen zingen. Blijven jullie ook nog buiten repeteren of denken jullie ook snel weer terug naar binnen te gaan? Nou, in principe mogen we alweer naar binnen hier in de Einder. Maar nu is het nog zulk lekker weer, blijven we lekker buiten. En hoe gaat het verder met het koor? Kunnen jullie bijvoorbeeld nog leden gebruiken? Of? Nou, er zijn zojuist een aantal groep 8 leden gestopt. Dus we kunnen altijd enthousiaste kinderen gebruiken. Zowel jongens als meisjes. En jullie zien het enthousiaste dirigent Gerry. En er mogen altijd jongens en meisjes bij komen. Van groep 3 tot en met groep 8 kan je bij De Dauwdruppeltjes komen zingen. En het is elke donderdagmiddag van 3:30 tot 4:30. En waar kunnen zij zich aanmelden? Ze mogen gewoon hier naar het Eindeplein komen en meedoen.